Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Brasserie en Adventure Golf Het Pakhuis. Voor een drankje en een hapje in onze gezellige brasserie of op ons terras. Het Pakhuis Brasserie en Adventure Golf ligt in het shoppingcenter Roercenter. Zo, goedemiddag heren. Leuk u te zien. Dan gaan we het hebben over uw beroemde voorouder. Goedemiddag dames en heren. Wij zijn hier in het kader van Roermond Nieuws. In het kader van het programma De Hoed en de Rand. En zoals u weet is mijn naam Benno Kroeze. En wat is uw naam? Mijn naam is Stan Cordan. En meneer Cordan, op welke plek zitten we hier? Ik zie een prachtig monument achter u. Ja, we zitten op een plek, dat is het huis waar mijn opa, mijn beroemde opa Mathieu Cordan, gewoond heeft en waar hij een zaak heeft gehad. Dat huis hier tegenover? Tegenover, en dat is ook mijn geboortehuis. Ja, bent u daar geboren? Daar ben ik geboren. De hele familie Cordan heeft daar ooit gewoond? Ja. Maar in het verre verleden bent u daar weggegaan? Ja, ze waren met vier boers in de zaak. En op een gegeven moment is mijn vader uit de zaak gegaan en zijn de broers zijn toen verder gegaan. Ja. En een van die broers is uw vader? Ja. Ja, ja. Meneer Cordan, ik zag een beroemde foto van u met Tom Dumoulin. Kunt u eens uitleggen hoe dat gegaan is? Ja, ik zit zelf veel in de wielersport. Ik doe veel wedstrijden jureren en zo. En op een gegeven moment... Was er een goede kennis van mij die een wedstrijd organiseren op het Dumoulinpark. En dan verhoorde van die fiets en alles, vond hij dat zo mooi verhaal. En vroeg hij mij of ik die fiets niet mee kon nemen, dat Tom er een keer op kon rijden. Want dat is eigenlijk de eerste tijdritfiets van vroeger. Zo, geweldig. En Tom, ja, die heeft ook de Olympische titel gewonnen toen in die tijd. En die wilde daar graag op fietsen, want die was zeer geïnteresseerd in die fiets. En ik hoorde zelfs iets over de gouverneur. Ja, de gouverneur die was ook aanwezig voor het startschot te lossen. Emiel Roemer. Leuk. Dus u was omringd door allerlei beroemdheden. Ja. En u bent hoe zullen we het omschrijven, familie van de beroemde fietser. Ja, ik ben de kleinzoon van Mathieu Cordan. Ik heb iets gelezen over de wielertocht Parijs-Roubaix, waar uw opa op de eerste plaats lag en dat er ineens iemand uit het publiek overstak en dat hij toen zwaar gevallen is. Ja, dat klopt. Want de eerste winnaar, of de tweede winnaar, was de tweede Parijs-Roubaix, dat was Granat. En dat was een Fransman en die woonde in Roubaix, in dat plaatsje waar die aankwamen. En een van die supporters, die stak ijs erover en die gaf hem een duw. Ja, en daar lag hij. Ja, dus dat was eigenlijk een beetje doorgestoken kaart. Ja. Want anders had uw opa gewonnen. Ja, dat is wel vaker met gebeurd met die Fransen. Ja, ik heb gelezen dat hij een paar keer heel veel pech heeft gehad. Doordat er de omstandigheden van buiten waren die zorgden dat hij niet gewonnen heeft. Ze noemden hem ook wel Mr. Tobacco. Hoe komt dat? Omdat die grote, van die grote dikke sigaar rookte na een wedstrijd. En ja, die had longen als een paard. En die rookte veel sigaren. Maar die had nog twee bijnamen. Oh, wat waren dat? Mr. Tobacco was één naam. En Red Cordan betekent recordman Cordan. En de verschrikkelijke. De verschrikkelijke? Ja. Want hij kon zo hard fietsen dat hij verschrikkelijk was, of waarom? Nee, omdat hij alles won. Die kon je vergelijken als Merckx in die tijd. Alles wat hij kon winnen, dat won hij. En ik heb een reclame gezien dat het is pas kwaliteit als Cordan erop rijdt. Hè? Ja, dat klopt, die reclame. Dat klopt. Hij heeft ook zich verbonden aan verschillende... merken van fietsen, hè? Ja. Kunt u een paar noemen? Dat was Gladiator. Wat waren dat voor merken? Ik weet het zo niet meer. Een Engels merk was er nog bij? Ja, Engels merk was erbij. Regli of zo wat was erbij.
En had je nog een firma uit Duitsland hier net de grens over wat die voor gereden heeft. Maar ja, dat waren allemaal contracten van een jaar. En dan ging die weer anders naartoe, want ja, die kon ontzettend veel geld verdienen in die tijd. Ja, want ik heb ook gelezen dat ze steerden, hè, achter gangmakers aan. En dat er soms wel 5 man op 1 fiets zaten die voor de wielrenner reden. Hè? Ja, dat was vroeger zo. Zaten ze 5 man op een tandem en dat waren de gangmakers. En als het niet hard genoeg ging, dan zei opa, ik geef jullie 100 frank extra als jullie los kunnen rijden. Zo, dat is een leuke uitspraak. Want uw opa is ook een keer kwaad geweest dat de concurrentie achter een eerst gebouwde auto aanreed. Hè? Ja. En dat hij niet dat voordeel had van uit de wind te kunnen rijden. Ja, dat was een Franse chauffeur. Dat was een hele, hele beroemde rallyrijder. Ja, en die Franse renner die had hem toen ingehuurd. En hebben allerlei trucjes gehaald. Die hadden ze opa die hadden ze ook een auto gegeven, maar die hadden ze maar half afgetankt. Oh, en dus ja. En half weg, ja, daar kwam die stil te liggen. Maar toen kwam die andere man die kwam langs, maar wou die aanpikken daar. Maar toen ging de chauffeur zigzag over de weg rijden, dat hij niet kon aansluiten. Ja, wat menselijk. Ja. Ja, dat was een beetje oneerlijke concurrentie. Ik heb ook iets aparts gelezen. Uw opa heeft ook tegen een trein gefietst vanuit Maastricht naar Roermond. Hoe ging dat? Ja, dat was met een weddenschap. Onder vrienden had hij gewed dat hij de trein zou verslaan. En dan zijn ze in Roermond vertrokken. Maastricht, dacht ik. Of wat bedoel je? Maastricht vertrokken. En die trein is zelfs nog 5 minuten eerder vertrokken dan hem. En hij was een kwartier vroeger als de trein in Roermond. Zo, geweldig. Wat een leuk verhaal. Hij heeft ook ooit eens tegen een dame gereden, hè? Ja. Maar dat liep een beetje fout af. Ja, dat liep over af. Dat wogen ze op een gegeven moment niet. Hebben ze, de wielerbond heeft dat toen tegengehouden. Ik heb ook ergens gelezen dat uw opa bij een fietsclub was en die heette Toch. Ja. En weet u waar dat voor staat? Ja, dat weet ik. Dat betekent Toch. Dat betekent tot heel onze ribbenkast. Tot heel onze ribbenkast. Ja. Wat een geweldige naam. Toch. Bestaat die club nog? Die club bestaat nog, maar ik weet niet hoeveel leden ze hebben. Die is een club uit Rotterdam. Ik las ook ergens dat Parijs-Roubaix. Dat uw opa 52 mensen had om te steren, om hem uit de wind te houden. Ja, dat ligt eraan voor wat voor sponsor je reed. En ja, en zoveel meer geld die sponsors erin stak, zoveel meer gangmakers kon je aanschaffen. Maar dat was niet in een Parijs-Roubaix, dat was individueel, maar dat was in Bordeaux-Parijs was dat. Oh, sorry. Ja. Daar was dat in. Ja, uw opa heeft zoveel tochten gereden dat ik ze wel eens door elkaar. En hij heeft ook wel eens geoefend met een konijn. Ja. Hoe deed hij dat? Ja, konijn. Ik moet zeggen, als die trainde op een wielerbaantje. En er was niemand bij. En hij wist niet hoeveel kilometer die gefietst had. Toen had hij in zijn hoed, waar eigenlijk konijnenhoed noemen ze dat. Had hij allemaal kiezelsteentjes in liggen. En elke ronde dat hij gewoon was goed in steentje weg. En na de aantal stenen wat hij weggegooid had, kon hij precies de afstand zien wat hij gefietst had. Oh, dat is wel heel erg handig. zo was dat vroeger. Was dat dan niet allemaal met kilometertellers en wat je nu allemaal hebt. En er is iets anders wat erg vervelend is en waar u voor aan het strijden bent. En daarom wil ik het ook ter sprake brengen. Uw grootvader heeft met de Olympische Spelen meegedaan. Ja. En hij heeft toen ook gewonnen, maar het Olympisch Comité wilde hem geen medailles geven. Ja. Waarom niet? Die heeft twee gouden medailles gewonnen, 2 gouden medailles en 1 zilveren medaille gewonnen. 1 op een 24 uur, 1 op een 10 kilometer en 1 op een 1 kilometer. Dus 2 gouden en 1 zilveren. Maar op een gegeven moment zagen die Fransen dat hij te veel ging winnen. Toen zeiden die Fransen, ja, je bent beroepsrenner, dan mag je niet meedoen.
Maar dat hadden ze eigenlijk moeten zeggen na de eerste wedstrijd, maar niet naar de derde wedstrijd. Nee. Want je kan onder de wedstrijd, kan je niet de regels veranderen, dat gaat niet. En hoe probeert u nu de waardering voor uw opa te krijgen en de medailles terug te krijgen? Ja, we zijn allerlei wegen bezig met het Nederlands Olympisch Comité. Nu gaan we naar het Internationaal Olympisch Comité. Dus we hebben al brieven geschreven en ja, we zijn van alles aan het proberen. Toen, nu hebben we de gouverneur ingeschakeld of die kon helpen en die was zeer geïnteresseerd in. Nou, hopelijk lukt dat. En u hebt beloofd dat als de medailles terugkomen, dat u op de oude fiets van de opa naar Parijs rijdt. Dat doen we. Ja, die belofte houdt u gestand. Die houdt u gestand. Nou, dan ben ik heel benieuwd. Ik vond het een heel interessant gesprek. Is er nog iets niet aan bod gekomen wat u over uw opa nog kwijt wil? Nee, eigenlijk niet. Ja, ik wil misschien alleen nog zeggen, het materiaal. Als je dat materiaal kijkt, de fietsen, hè? Ja. Die weegt 6,4 kilo. Dat is het minimale wat de fiets moet wegen van UCI. Die fiets is 16 kilo. Moet je eens kijken in de verloop van het jaar wat die tactiek veranderd is. Of die technisch veranderd is allemaal. Ja, u hebt gelijk. Ik las ergens dat een fiets zelfs 54 kilo. Ja, die waren er ook. 54 kilo? Ja, ja. Ja, dit is een baanfiets. Maar als je een richtige wegfiets hebt, die wat stukjes zwaarder. Oké, meneer Lammert, hartelijk dank voor uw bijdrage aan het boek. En alle moeite die u samen doet met uw neef Stan. Graag gedaan. Nou, pakt uw fiets. Tot ziens. Tot ziens. Hoi, hoi. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de horecadiensten van Cox & Co. Happy to serve you sinds 1926.